Om een goed beeld te krijgen van onze plek in het heelal, moet je de aarde verlaten en tussen de sterren reizen. En dat kan in het Artis Planetarium. We beginnen hier ver weg tussen de sterrenstelsels. Onze Melkweg is daar één van. En elk van die vlekjes telt 100 tot wel 200 miljard sterren. En sterren zijn zonnen, net zoals onze zon ook een ster is. Bij al die sterren zijn ook planeten te vinden. En de ingrediënten die je nodig hebt voor leven zijn ook overal in het heelal aanwezig. Maar er is maar één plek waar wij kunnen leven in dat enorme heelal. De afstanden die we nu afleggen zijn zo gigantisch. Zelfs de planeten die zijn gevonden bij sterren bij ons in de buurt, aangegeven met de blauwe cirkels, zijn voor ons niet bereikbaar. Stel dat je zou kunnen reizen met de lichtsnelheid. In 1 seconde van de aarde naar de maan. Met die snelheid is je reistijd naar de dichtstbijzijnde ster nog steeds 4 jaar. En zo snel als het licht zullen we ons nooit kunnen verplaatsen. Naar een tweede aarde gaan zit er dus niet in. We komen in de buurt bij de juiste ster. Bij onze zon. Een hele stabiele ster die leven mogelijk maakt op een rotsblokje die daaromheen draait. Op een planeet die op de goede afstand van de zon staat. Niet te ver en dus niet te koud, niet te dichtbij en dus te heet. Op een afstand waar water vloeibaar is. Met een atmosfeer en een magnetosfeer die ons beschermt tegen schadelijke straling uit de ruimte. Astronauten hebben dit beeld letterlijk ondervonden door de aarde als kleine oase te zien in de uitgestrekte woestijn van de kosmos. De emotie van dit overview effect dat ze daarbij ondervonden maakte dat velen van hen zich gingen inzetten als ambassadeur van onze aarde.